Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 12 oktober 2015. Dit is het bulletin van maandag. Vanwege de gezondheidsproblemen die nog niet helemaal over zijn, zijn de uitzendingen op de korte golf van de Daily Minutes tot 1 november even uit de lucht. Daarna komen de uitzendingen terug in de vorm van hoogstwaarschijnlijk bulletins van iedere dag 3 minuten lang op 6005 kHz, 7310 kHz en dat is nieuw op 3985 kHz, net boven de 80 meter band. In de afgelopen tijd bleek vaak die laatste frequentie goed hoorbaar bleef, ook op momenten dat de andere twee door bijvoorbeeld activiteit op de zon een paar dagen onhoorbaar waren. Het kan ook zijn dat het tijdstip iets verandert, dat is nog niet helemaal zeker. De zender is momenteel bezig om haar winterschedule op te stellen. En afhankelijk daarvan zal een definitief tijdstip worden vastgesteld. Ik heb al aangegeven dat 7 uur of in ieder geval rond die tijd wel een grote voorkeur heeft van mij. Maar we moeten zien wat mogelijk is. Morgen 13 oktober vindt weer een amateuroverleg plaats. Wie de notulen van de vorige keer gelezen heeft, die kan al een klein beetje weten wat er behalve de herinvoering van de vergoedingen aan de orde komt. Veerland.nl noemt alvast enkele van deze onderwerpen. Onderzoek haalbaarheid, voorstel, roepletterbeleid. Onderzoek uitbreiding 40 meterband voor en amateurs. Beleidsherziening en repeatervergunningen en vergunningen. Toezicht op naleving en handhaving van de geldende EMC-normen. Voorwaarden voor PI9 stations. Wijze van communiceren tussen Agentschap Telecom en Veerland en VZA. Status van de voortgang van de LSA-pilot in de 2300 tot 2400 MHz band, de 13 centimeter, zoals die door het agentschap in het 89ste amateuroverleg van 19 maart 2014 is aangekondigd. En verder de World Radio Conference, die vindt plaats in november en de CEPT-voorbereiding in jaaroverleg en overig. Het antennebureau meldt dat er op 30 september 38.744 antenneinstallaties in Nederland geregistreerd stonden. Ten opzichte van augustus is dat een toename van 263 antenneopstellingen. En dat gaat overigens alleen om de UMTS, LTE en GSM antennes. Amateurantennes en omroep vallen er bijvoorbeeld nog buiten. Het antennebureau publiceert maandelijks een overzicht van deze aantallen. Er kwamen in de maand september 248 antennes voor GSM op 1800 MHz bij. Voor GSM op 900 MHz verdwenen er echter 532 antenneopstellingen. Verder kwamen er 84 UMTS antenneopstellingen bij en voor LTE waren dat er 463. Het gebeurt momenteel niet zo vaak, maar er is weer een melding primair gebruik. Het gaat om één frequentie rond de Kuip in Rotterdam op zondag 8 november, de hele dag. Het gaat om 2375 MHz. De nieuwsbrief voor september van het IARO Monitoring System is weer uit. Het IARO MS is wat vroeger de Intruder Watch werd genoemd. Wat betreft het over de horizon radar uit Rusland, nabij Nizhny Novgorod, was het weer hetzelfde als vorige maand met splatter op 7 en op 14 MHz amateurfrequenties. Het over de horizon radar op Cyprus, dat mensen op de stranden al daar tevens van een extra bruine tent voorziet, was te horen op 10 en 21 MHz amateurfrequenties en de Chinese Volksrepubliek die pakte de zaken groots aan met hun over de horizon radar door wel 3 amateurbanden te storen, 80 meter, 40 meter en 20 meter. Omroepzenders met spatjes waren er ook deze maand. IRIP Teheran zendt nog steeds uit op 7200 kHz, half in de amateurband dus. En RFI France met de zo toepasselijke naam zat op 7205 kHz. Ik heb zelf wel eens kunnen constateren dat verschillende zenders op deze frequentie soms tegen de 20 kHz aan audio meesturen, terwijl 6 kHz, wat gebruikelijk is, eigenlijk al meer is dan wat zou moeten. IRIP Teheran zond ook op 21455 uit, waar ze vaker zitten, en die spetterde daarbij weer flink tot in onze 15 meter band door. De Taiwanese South of Hope zond in onze 17 meter band uit op 18080 MHz. En dat was nog niet zo erg als de grote Chinese buurman het niet nodig vond om dat signaal met een flinke dosis zendvermogen van de band te drukken. Verder was er een harmonische van een Russisch militair station in de 21 MHz band. Die zond eigenlijk uit op 5 MHz met een beetje erbij. Uiteraard waren er ondanks de slechte condities toch ook nog taxis te horen op 10 meter. Het meest verontrustende uit het rapport is echter de vaststelling van de enorme en nog steeds voortschrijdende QRM wereldwijd van slechte apparatuur voor powerline communicatie en van slechte schakelende voedingen. Het werk op de lagere banden wordt daardoor steeds moeilijker tenzij CW met smalle filters wordt gebruikt of heel slimme digitale systemen. Gevoeligheid van ontvangers wordt een steeds minder noodzakelijke eigenschap, zo constateert het rapport van het IARO Monitoring System in haar slotwoord. Ja, tot zover de Daily Minutes. De uitzendingen zijn sinds vorige week trouwens ook op Twitter vertegenwoordigd via twitter.com/pnlete. Volgt nu nog een stukje reportage als vervolg op de Lincolnshire Poacher. Dus Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.
rather special anniversary of something which was developed in Essex and helped Britain win the Second World War is being celebrated this weekend. Radar gave Britain a warning of when the German bombers were coming. It gave us a vital 20 minutes, in fact, to react. It was exactly 75 years ago, three men in a field in the Midlands began experimenting with the new technology. Their findings led to the development of radar, with expert help from a research centre based at Great Baddow near Chelmsford. Well, yesterday I went to the former radar tower in Great Baddow, owned and operated by BAE Systems, and asked Principal Engineer Murray Nyman why the date was such a landmark. On February 26, 1935, they managed to prove that radio waves could effectively detect aircraft, and from that it went on to create the so-called chain home radar system that helped the RAF so much in 1940. Without that, obviously it's impossible to say, but its role in World War II can't be underplayed, can it? Oh, no, that's right. In 1940, just after Dunkirk, we were in a terrible state. There was only a handful of serviceable fighters, and the German Air Force, you know, just hadn't been touched. So we were enormously outnumbered, but the Germans needed air superiority over the Channel, and by having radar always on hand telling them where they would be, the Spitfires or Hurricanes would be always on the spot at the time, you see, and that meant that a very small, you know, the few could defend against the many, as they said at the time. It was that advantage that we so needed, and we're standing at the base of the only surviving tower of its kind. There are a few others scattered around the country, and one in Great Bromley, in fact, but this one from Canewdon originally is the only one, I understand, that's intact. That's right. So there used to be an enormous number of these around the country for nice reasons. This one was brought here, and because it's been kept in use, all the platforms of which gives it its character at the sort of various levels are all intact and maintained, and we're very proud of that. And yes, it's the only one like it in the country. As we look up the 360 feet to the very top, as you say, it's a huge structure with these three platforms that come across it like arms, if you like, sticking out. Right. And you see this landmark for miles around when you travel in towards Chelmsford. This one saw a lot of service in its original form, but you say it's still in use today. That's right. If you are driving relatively close to it, you see this hut on the what's called the middle or the 200 foot level platform, and that is part of a measurement system that helps it to earn its keep to this very day. And over the years, that hut's had to be replaced due to the weather, and we've had some very interesting tall cranes having to go up along with our climbing guys to maintain these.